Ik ben Tycho en dit seizoen ga ik de mensen ondervragen van Excelsior. Wie zit daar? Hoi. Oké. Fix je schoenen. Ik ben er klaar voor, hoor. Hallo. Goedemiddag, jongen. Heb je er een beetje zin in? Ik ben benieuwd wat me te wachten staat. Het is een grote verrassing. Hier komen de vragen. Waarom speel je bij Excelsior en niet bij AC Milan of Inter Milan? Ik denk dat dat een beetje met mijn kwaliteiten te maken heeft. Als ik iets beter was geweest, dan had ik meer kans gehad. Leuke clubs zijn dat. Welke M&M vind jij het lekkerst? Want ik denk dat jij daar naar vernoemd bent. Dan kies ik voor de blauwe. Die zijn het lekkerste. Die vind ik zelf ook heel lekker. Je bent op dezelfde dag jarig als mijn moeder. Maar die is toch echt wel wat knapper en ziet er wat jonger uit. Hoe zou jij dat kunnen veranderen? Zo. Nou ja, ik denk dat ik dan, net als je moeder, wat vaker naar de schoonheidsspecialisten zou moeten gaan. Dan blijf ik ook lekker jong. Wat is jouw favoriete duif? En kan je die nadoen? Vrij uit, man. Duif. Zijn er verschillende duiven dan? Dat is al nieuw voor me. En kan ik ze nadoen? We hebben wel een assistent-trainer die heel goed vogels na kan doen. Dus misschien als dat ook nog in dit item kan, dan krijg je de roekoe van hem. Dat gaat heel goed. Je hebt bij voetbalclub Duiven gespeeld, toch? Ja, klopt. Dat is denk ik nu alweer zo'n 17 jaar geleden. Bent u al zo oud dan? Ik ben nu 23 en ik heb daar van mijn 6e tot mijn 8e gespeeld. Kan je me overtuigen waarom ik jou in mijn FIFA 18-team moet zetten? Nou, als je wil winnen zou ik dat sowieso niet zo heel snel doen. Want volgens mij hebben we bij Excelsior allemaal niet zo'n hoge rating. Dus als je echt zeker wil weten dat je wint, dan zal ik bij andere clubspelers weg gaan pakken. Wat is jouw favoriete positie? Zo, ja, dat blijft een dingetje. Ik denk dan dat ik toch nog steeds voor centraal achterin moet gaan. Alleen linksback vind ik ook heel leuk om te spelen. Je hoopt ooit bij Borussia Dortmund te spelen. Waarom? Moet Peter Bos niet eens bellen? Ja, dat is nog steeds wel mijn droomclub. Ik heb zelf Duits bloed, dus daarom wil ik graag ooit in Duitsland spelen. Alleen, ik denk dat hier hetzelfde geldt als voor AC Milan en Inter Milan. Dat ik wel iets meer kwaliteiten zou moeten hebben. Iets meer trainen. Ja, misschien helpt dat ook nog wel een beetje, maar een beetje talent erbij zou ook geen kwaad kunnen. Wie is er een betere aanvoerder, Kolwijk of jij? Ja, ik duidelijk. Ja, Ryan moet nog veel leren. En als je wat vaker naar mij zou kijken, zou dat ook wat makkelijker gaan. Vind jij ook iets beter? Kijk. Wat leer jij van de Graag? Nou ja, hij is zelf natuurlijk ook verdediger geweest. Dus als wij als verdedigers het af en toe wat makkelijk oppakken, dan zit hij daar kort op. En we trainen er ook veel op. Dus vooral het pure verdedigen, daar heb je als verdediger veel aan bij hem. Wat is je slechtste eigenschap als vader? Dat ik te veel goed vind. Als ik hem zie lachen nadat hij iets stouts heeft gedaan, dan moet je eigenlijk corrigeren. Maar dat lukt me niet zo heel goed. Kon je altijd koppen? Nee, eigenlijk niet. Sinds dat ik deze trainer heb gekregen, heb ik wekelijks wat ballen weg moeten koppen. En dan gaat het steeds beter. De laatste. Ik ben ook verdediger. Heb je nog tips voor mij? Tips? Nee, ik denk dat je het vooral op gevoel moet doen. Als jij het idee hebt dat je die bal kan afpakken, dan zou ik zeggen ga er vol voor en vooral niet bang zijn. En ik denk dat als je het aan Luigi vraagt, dat het niet fijn is als iemand de hele tijd heel kort en hard aan het verdedigen is. Het waren mijn vragen. Ah, goede vragen. Dank u wel.